De, dag. de komende dagen hebben we te maken met een heel rustig weertype. En in het najaar betekent dat ook met name in de ochtenduren een kans op mist. Dat komt allemaal doordat het een uitloper van een hoge drukgebied boven onze omgeving ligt. Die trekt zich in de loop van het weekend geleidelijk terug. Dan kunnen storingen in de buurt komen, maar door de aanwezigheid van hoge drukgebieden in de buurt zijn ze niet zo actief als dat we anders verwachten. Na het weekend wordt dat wel een ander verhaal. Vanochtend komt op heel veel plaatsen mist voor. Met name in het binnenland, maar ook in delen van het noorden en westen van het land kan het Enige tijd grijs zijn en kilt met temperaturen ruim beneden 10 graden. Maar in de loop van de middag, dan breekt op steeds meer plaatsen de zon flink door. Uiteindelijk ontstaan wat stapelwolken, maar verschillen kunnen vanmiddag heel groot zijn. In gebieden waar mist hardnekkig blijft, moet je denken aan middagtemperaturen van 10 tot 12 graden. Maar breekt de zon flink door, dan kan het 16 tot lokaal 18 graden worden. En bij weinig wind is het dan ineens een heel aangename herfstdag. Morgen is dat ongeveer hetzelfde verhaal. Een koude nacht waar opnieuw op heel veel plaatsen mist kan ontstaan. Overdag uiteindelijk ruimte voor de zon en maximaal van een graad of 16. Na het weekend worden de nachten een stuk minder koud. De wisselvalligheid neemt toe en de middagtemperatuur gaat daardoor iets naar beneden. Ik wens je verder nog een fijne dag.